Meester Johan Wilterdink van het school, de openbare lagere school, hoe heet dat tegenwoordig? Basisschool Het Waliën. Inderdaad, van de openbare basisschool Het Waliën. En wat was er vandaag eigenlijk aan de hand? Ja, we hadden vandaag open podium. Vandaag vieren we de verjaardagen van de meesters en juffen. En daarbij hebben we dit keer alle kinderen die dat wilden laten optreden in het kader van Waliën Got Talent. En verder hebben we, een van de acts was ook nog de opening van de schoolbibliotheek. Dus we hebben dat mooi met elkaar gecombineerd. Schoolbibliotheek, was er dat nooit? Jawel, jawel. De schoolbibliotheek, we hebben natuurlijk wel een eigen bibliotheek met leesboeken. Maar de hele collectie is nu nagekeken en vervangen door de bibliotheek. Dus we hebben eigenlijk nu een soort van locatie, huppelhengsel van de bibliotheek in Winterswijk. Hier kunnen kinderen zelf hun boeken lenen, ook terugbrengen. Het wordt allemaal netjes ingescand, dus het zit in hetzelfde systeem als wanneer je een dorplid bent. Dus alle kinderen zijn nu ook lid van de bibliotheek. Ja. Dus lezen moet bevorderd worden? Nou ja, wij zeggen altijd, als je kunt lezen kun je jezelf ontwikkelen. Dus als kinderen eenmaal zelfstandig kunnen lezen, dan kunnen ze zich ontwikkelen zonder dat wij daar echt nog bij moeten zijn. En dat is een groot goed als je dat kunt. En daar stoppen wij veel tijd in om dat de kinderen te leren. En dat heeft effect, zien we. Ja. Ik wens u daar veel succes mee. Dank u wel.